Ingezoomd. Dag beste Ingezoomd kijkers. Vandaag zijn wij toe aan onze 10e aflevering intussen van Ingezoomd. En deze keer zijn wij heel graag op bezoek bij Johan. Dag Johan. Goedenavond. Zit jij daar goed thuis bij je verzameling precies? De zolderkamer die is eigendom van mij. Daar mag niemand niet aankomen. Hè? Fantastisch. En staat dat daar altijd zo mooi uitgestald? Staat daar altijd zo. Zijn we daar regelmatig aan bezig of hoe bouw je zoiets op? Ik ben daaraan begonnen in de jaren 80 samen met Ronnie de Facteur. Dat zijn de twee eerste die eigenlijk medailles beginnen te verzamelen. Maar Ronnie doet ook nog affiches, dat doe ik niet. Maar ik heb nog een fan bij, dat is Federatie van Europese Narren. Want de pins, 80% heb ik gekregen. Dus ik krijg een pin, dat gaat aan soms in mijn binnenzak. En s'avonds als we thuis komen, is dat 2 of 3 uur s'nachts, worden die op de panel aangebracht. Ja, ik zou eigenlijk al meteen met de deur in huis vallen, hè, Johan, letterlijk. Want we moeten hier niet ver gaan zoeken om in uw verzameling te duiken. Alle medailles van de fan, van gans in het begin. Dat is totaal in orde. Dus ik zal even dat paneel draaien. Nog een achterkant en al. Dat is van buitenstedelijke. Dus dat begint eigenlijk van carnaval nog in Gooi geweest. En zo, dat zijn allemaal vrienden. Als we dat gedaan hebben, dan gaan we even kijken hier. Het paneel van de prinsen, prinsessen en van Allattraction. De eerste jaren waren dat medailles. En in het jaar 92, met ons Mia, zijn ze in al begonnen met de pins. Hebben wij nog de senioren allemaal? Hoogmaatschappen en de minnetjes. En dan hier de achterzijde. Dat zijn van de Alse groepen. Van de Alse groepen zijn er niet te veel. Een kleine oproep moet er zijn die er nog enkel hebben, die ze weg willen. Ik heb nog altijd plaats. Ja, maar het is wel niet meer veel, hè, Johan. Wauw. Dat zijn de buitenlijke. Ja, dat is een serie, hè. Fantastisch, echt waar. En is er iets dat u hart gestolen heeft? Dat is hier. Deze is mijn persoonlijke medaille van hofmaarschalk en mijn persoonlijke medaille van prins van het jaar, hè. Maar de twee voornaamste zijn hier. De medaille van Tassenduvel en de Gouden Mastel. Dat is belangrijk. Wordt er emotioneel van. Ja, dat is mooi. Zeker de Gouden Mastel. Dat is eigenlijk een erkenning van uw carnavalprestaties. En die draag ik ook altijd. Ik heb nog iets, ik denk dat dat een uitzondering is. Dat is eigenlijk de oorkonde van de verbroedering van Tassenduvel met Tiene.